Sander, hebben jullie hier met 0-0 gewonnen? Ja, dat denk ik wel. Maar als je de manier ziet waarop we speelden, denk ik ook wel dat het verdiend is. We krijgen in de eerste minuut al een hele levensgrote kans. En ik denk dat we eigenlijk heel weinig weggeven. Als je dan bij rust met 0-0 staat en je kan er nog een aantal keren heel gevaarlijk uitkomen. Dat doe je ook, maar je verzuimt het ook een keer op 5-6. En dat we gewoon domme dingen doen, dom balverlies leiden en dat je die counter verprutst. En dat was eigenlijk zonde, want daar hadden we veel meer uit kunnen halen. Ja, voetbal kan onvoorspelbaar zijn. Ik vond dit een beetje een voorspelbare RKC-Ajax, AXC-RKC, maar dan vanuit het RKC-perspectief. Nou ja, ik vond van niet, want ik ben hier alleen maar weggespeeld. En dat vond ik vandaag dus niet het geval. Ik heb hier nog nooit een punt gehad, überhaupt nog nooit een punt gehad tegen Ajax, omdat het altijd heel lastig voetbal is tegen Ajax. Maar ik ben extra blij met dit punt. Ja, nou, ik bedoel niet dat het voorspelbaar was dat jullie hier een punt zouden pakken, maar voorspelbaar de manier zoals Ajax zou gaan spelen en voorspelbaar zoals jullie zouden proberen het Ajax onmogelijk te maken om een spel te maken. Oh, sorry, dat was zeker voorspelbaar. We hadden gisteren al gezegd, we komen hier niet voor de schoonheidsprijs en dat was ook niet nodig, denk ik. En als je dan op deze manier doet, dat je niet echt, ik denk, natuurlijk is dat de hele tijd onder druk, maar heel gevaarlijk zijn ze er niet door geworden. En dat is denk ik iets om heel tevreden over te zijn en om verder te bouwen. Ja, wie Waalwijk zegt RKC, zegt een beetje ook Tagos, de handbalclub. Het een had vandaag wel met het ander te maken. Ja, kijk, het is logisch voor ons. We staan laatste, we hebben vertrouwen nodig. En dit is het vertrouwen, denk ik, wat we nodig hebben door dit resultaat. En dan kun je ons niet kwalijk nemen dat we een handbalverdediging ophouden. Want ik denk dat we ook genoeg voetballend eruit zijn gekomen. En wat ik zeg, dat we het aantal keren ook nog verzuimd hebben ook. Ja, een punt is belangrijk, maar is het misschien niet even belangrijk dat jullie die negatieve reeks afgebroken hebben? Die negatieve reeks van een heleboel wedstrijden met verlies? Ja, zeker. Tuurlijk, dat is heel belangrijk. Dit is gewoon iets om heel blij mee te zijn. Met een goed gevoel naar huis te gaan en een goed gevoel vrijdag naar NAC te gaan. En als we dit vol blijven houden en we krijgen eventen er nog bij komende week, dan zie ik het gewoon weer heel positief in. Ja, de hekkensluiter die een punt pakt bij het grote Ajax in de Arena. Hoe gek willen we het hebben? Ja, dat zie je inderdaad niet vaak, maar ik denk dat het extra lekker is. Proficiat. Dankjewel.